en welkom op mijn YouTube kanaal. Ik ben Annie Rijvers, stempelend demonstratrice uit Zwitserland en bezig met de serie af te rennen naar kerstmis 2021. En we hebben volgens mij nog 8 dagen te gaan. Voor vandaag heb ik weer een kerstkaartje meegebracht. Een sneeuwpop. Dus deze zou je ook heel goed als winterkaart kunnen gebruiken. Het is niet per se een kerstkaart. Behalve aan de binnenkant, want daar heb ik wel Merry Christmas gestempeld. We gaan hem even maken met elkaar. Het is gemaakt met de Snowman Season Bundle. Een pons en een stempel, een fotopolymeer stempelset. Deze vind je in de jaarcatalogus. Dus die blijft nog een poosje. Zullen we gewoon gaan beginnen? De voorbeeldkaart is gemaakt met Night of Navy en Balmy Blue en Basic White. En een paar kleurtjes erbij voor het hoedje van de sneeuwman. En voor de kaart die we nu gaan maken, heb ik Basic White uiteraard. Highland Heather en Georgie Scrape gekozen. Ik ga eens even lekker met velpaars werken. Zullen we gewoon even alle maten opnoemen? Ik heb een basiskaart, dat is de grootste kaart, dat is de donkere kleur, dus het Georgie Scrape. Van 19 bij 20, dit is dus een stukje van 19... Nee, ik moet het goed zeggen. Dit is een stuk van 19 bij 20. Het is natuurlijk bijna even groot. En die ril je op de 20 kant door midden op 10. En dan krijg je dit. Dan heb je een mat in het Highland Heather, heb ik in dit geval. Dus een lichtere kleur. Van 9,5 bij 19,5. En 2 witte matten. Eentje voor de buitenkant om op te gaan stempelen. En eentje voor de binnenkant om aan de binnenkant ook nog even te stempelen en op te kunnen schrijven. En die voor de binnenkant is 19,5 bij 9. En die voor de buitenkant, om op te gaan stempelen, die gaan we gelijk gebruiken. Die is 19 bij 8,5. En deze gaan we gebruiken om te stempelen. En wat ga ik doen? Ik ga eerst al die poppetjes of die sneeuwmannen die direct op de kaart gestempeld zijn stempelen. Want dan heb je gelijk een matige. Achtig iets, dan weet je ook waar je de grotere straks neer moet gaan zetten. Ik gebruik gewoon dezelfde stempels. Dit wordt de stempel voor het midden. Deze staat aan de buitenkant. De Let It Snow heb ik nodig. En de kleine sneeuwvlokjes. En uiteraard, want ik ga stempelen met Georgie's Grape, de donkerste kleur van de twee. Ik heb de andere kaart in het Night of Navy gestempeld. En deze ga ik gewoon met George Scrape stempelen. Heerlijk, weer eens even een gestempeld kaartje. En dan doe ik dit poppetje helemaal daar op de buitenkant zetten. Ze zijn wel schattig, hè, die sneeuwmannetjes. Ik vind ze echt super leuk. Ik ben blij dat ik ze nog eventjes kan gebruiken. En deze komt hier in het midden van de twee. Zo. Dan hebben we die drie er al in. En dan hebben we zometeen... Nee, ik ga het eerst over ook even het Let It Snow in het hoekje stempelen. Nu is dat ook klaar. Die komt hier boven in de hoek. Die heb ik zo nog even nodig. En dan heb ik... Ja, dat kan straks. Dan gaan we dus deze twee sneeuwmannen maken. En die zijn uitgeponst met de pons. En die heb ik... Ik leg dit eventjes weg. Met de stemperaders gemaakt. Ik heb eerst een malletje gemaakt met de pons. Dus ik heb een stukje van 10 bij 10 genomen. Daar heb ik hem uitgeponst. En dan heb ik nu om te stempelen. En vervolgens heb ik die sneeuwpop, zoals je hier zag... Alles in die openingen gelegd. Dan heb je hem gelijk goed liggen. Voor de pons. Dan ga je een stukje schoon papier pakken. Ook weer van 10 bij 10. Die leg ik helemaal stijf in dat hoekje ook. Ik beïnkt de sneeuwpop. En daar heb ik eventjes de... Ja, die. Die stempel je.
Vind je hem nog niet donker genoeg? Gewoon nog een keer beinkten. Dat is één. Ik heb een twee nodig, dus ik doe gelijk die tweede ook even stempelen. Hetzelfde verhaal. Hup, in dat hoekje. En stempelen. En klaar. Dan heb ik twee mooie sneeuwpopjes. Ik doe hier eventjes die mal weer in. Dan raakt die niet zoek. Zo, die kan aan de kant. Nu heb ik gemerkt net, want ik heb altijd één sneeuwpopje al uitgeponst en de ander nog niet, dat het makkelijker is om hem even zo in te kleuren. Dus dat is het eerste wat ik ga doen. En daar pak ik de blends voor. Ik heb hier de Highland Heather blends. En ik ga hem inkleuren met de lichtste van de twee. Die randjes eventjes wat aanzetten. Dit is de lichtste. Hebben we de pons nodig en dan gaan we hem even uitponzen. En dan zal je zien dat hij precies past in de pons. En je hem keurig uit kunt ponzen. Zo fijn. Supergoed systeem dit. Ik moet niet mijn handjes kwijtmaken. Ik was net van een van de popjes de handjes kwijt. Is die deze? Ik vind hem zo schattig. Hij is echt. Je wordt een beetje blij van deze pop. Zo. Nog meer handjes. Hoedje. En een handje aan de binnenkant. Zo. Volgens mij heb ik ze nu allemaal. Uiteraard bewaar ik dat overschot. Want hierboven kun je nog mooi een strook uithalen om een tekst of iets op te stempelen. Dan zijn deze sneeuwpoppen ook klaar. We pakken de kaarten weer even bij. Het gestempelde deel. Zo. Oh ja, moet ik nog wat bestempelen zo meteen. En nou moeten deze poppetjes natuurlijk ook allemaal nog eventjes gekleurd worden. Want dat heb ik nog niet gedaan. Nou, even al die neuzen oranje maken. En dan pakken we dat lichte Highland Heather er weer bij voor de markering van de buikjes. Dan gaan we de grote sneeuwpoppen er even op zetten. En dan gaan we eerst die armpjes achter de poppen zetten. En dat doen we eventjes met glue dots. Dat is het allermakkelijkst. Dus ik zet aan de achterkant van die sneeuwpop. Op de hoogte waar die stokjes, de armstokjes moeten komen. Glue dotjes. Vervolgens zet je die armpjes
op die gloedels. Daar kun je mee spelen natuurlijk in de lengte. En hoe je ze zet. Zo. Dan krijgt de sneeuwpop dimensionals op zijn rug en op zijn buik. En dan kan die al op de kaart. Er komt er één hier. En met deze doen we hetzelfde. Dat hoedje komt er ook bij. Maar die plak ik pas op als er allebei de sneeuwpoppen erop zitten. Daar nog. De gloedel zit nu aan mijn vinger. Daar een gloedel. Armpje erachter. Leuk ze. Ja, ik vind ze echt schattig. Ik vind ze te leuk. Zo, daar nog één. Nou, dan krijgen beide sneeuwpoppen natuurlijk nog een hoed op. Daar zet ik ook eventjes een grote dimensional onder. Want die past eronder. En dan kun je hem gelijk iets over die sneeuwpop heen schuiven. Dan zit hij ook stevig vast. Aan deze kant zet ik hem hier. Deze komt hier. Hoppata. Dan zit er op die basiskaart nog wat lichte sneeuwvlokjes hierboven. Dat gaan we bij deze ook doen. Dat doen we met de Highland Heather inkt. Op de voorbeeldkaart had ik moeten zeggen. Basiskaart. Zo. Alle stempels komen uit deze stempelset. Dus uit de Snowman Season. Zo. Nou. Hoe schattig. Ik vind hem echt lief. Lief kaartje. Zo. Dan gaan we eerst de kaart even in elkaar zetten. Deze komt op de Highland Heather mat. En dan heb ik eventjes mijn vloeibare lijm nodig. Netjes een randje. Ik doe ook niets verhoogd erop zetten. Deze komt ook gewoon plat op de basiskaart. Die sneeuwpopjes zitten immers al verhoogd met dimensionals. Dat is wel voldoende. Denk ik zo. En je zou hier natuurlijk ook gewoon een leuk verjaardagskaartje kunnen maken. Of een leuk wintersportkaartje of iets. Want dit is niet per se kerst. Deze kan ook nog heel goed in januari, februari en maart gebruikt worden als het eventueel sneeuwt. Dan hebben we voor de binnenkant ook nog een mat. Van 19,5 bij 9 centimeter. Daar ga hier dus wel een kerstkaartje van maken. Daar ga ik weer die Merry Christmas op stempelen. Komt ook uit deze set. Met een George's Grape. Even een beetje netjes aanleggen op mijn kaart. Op mijn mat. Dus iets makkelijker richten om hem recht te stempelen. Dus we gaan weer uit de blote hand proberen recht te stempelen. Nou, hou ik hem even vast, want ik ben vergeten mijn stempelmat te pakken. Mooi, staat er netjes op hoor. Dan pak ik weer even de Highland Heather erbij. Daar ga ik die laatste sneeuwvlokjes mee stempelen. De grotere sneeuwvlokken. Die ik ook in de andere kaart heb gebruikt. Die stempel ik met het Highland Heather. Zo hier en daar. Zo.
ook genoeg. En die komt aan de binnenkant van de kaart vast te zitten. En zo heb je in vrij korte tijd een snel kaartje voor als je nog wat kaarten nodig hebt. Geen ingewikkelde kaarten, gewoon stempelen. En een paar laagjes en je hebt een hartstikke mooie kaart. Ik zeg, gewoon doen. Heb je nog kaartjes nodig? Dan is dit de manier om even snel nog een kaartje te maken. Ga je hem namaken? Heel veel plezier met maken. Dit zijn ze allebei. Dankjewel voor het kijken. En wie weet, zien we elkaar morgen weer. Doei doei!